Welkom bij deze zweverige 10, want dit keer heb ik voor jou 10 gekke theorieën over het hiernamaals. Op nummer 10, Avicii. Boeddhistische zondaars spenderen hun leven na de dood in een ondergrondse kubus naast een meer van vuur. Dit is het diepste niveau van de hel. De mensen die hier naartoe gestuurd worden, hebben hun ouders of een heilig persoon vermoord. Nummer 9, de Chinfatbrug. Zoroastrisme is een geloof waarbij mensen denken dat ze na de dood over een brug moeten lopen die bepaalt of ze hun leven al dan niet goed geleefd hebben. Als ze zondig zijn geweest, zal de brug smaller worden en omkeren. Zondaars zullen gedwongen zijn om rottend vlees te eten. Nasty. Nummer 8. Igralla. Een Babylonische mythe waarin omschreven staat hoe het lichaam door zal gaan met ontbinden na de dood. Overledenen eten stof en modder tot in de eeuwigheid, terwijl ze worden gecontroleerd door bewakers. Nummer 7. Jahannam. Een islamitisch concept van de hel. Onder de zondaars zijn ook mensen die meerdere goden aanbidden. Enkele straffen zijn het afscheuren van de huid van het lichaam en het koken van de hersenen op hete kolen. Nummer 6. Diju. In de Chinese mythologie moeten zielen een doolhof overwinnen waarin ze een berg van messen en een wereld van ijs moeten trotseren. Zelfs na de dood kunnen mensen opnieuw sterven en herboren worden in de hel. Nummer 5. Azteek. Azteken worden na de dood naar één van de drie hiernamaals gestuurd. Welke dat was, lag aan de manier van sterven. Zij die stierven van ouderdom of ziekte, gingen naar de hel Mictlan. De mensen die werden geofferd, belanden in een paradijs. Nummer 4. Het Rastafarianisme. Rastafarianisten geloven dat ze na hun dood in hun huidige lichaam blijven in Ethiopië. Het Afrikaanse land dat zij kennen als Zion wordt beschouwd als de hemel op aarde. Nummer 3. Voorvaderaanbidding. Veel Afrikaanse stammen geloven dat na de dood de ziel van een overledene thuis blijft en zo de levens van de nabestaanden beïnvloedt. Als de lichamen niet goed behandeld worden, kan het leiden tot onvruchtbaarheid of zelfs dood in de families. Door met nummer 2. De oude Grieken. Egyptenaren deden aan mummificatie, omdat ze geloofden dat het lichaam verder zou leven na de dood. Mensen die slecht geleefd hadden, werden gevoerd aan een godin met het lichaam van een nijlpaard, krokodil en leeuw. En dit staat er op nummer 1. Sokushin Butsu. Boeddhisten beoefenen zelfmummificatie door zich uit te drogen en te begraven in tombes. Degenen die na 1000 dagen gemummificeerd bleken te zijn, werden aanbeden, omdat ze geloofden dat hij bij Boeddha zou zijn. 10 gekke dingen verboden door overheden. Ben jij nou benieuwd naar deze video? Klik dan op het scherm of kijk voor het linkje in de videobeschrijving. Daar vind je ook de 2 andere linkjes van de overige video's. En op mijn kanaal vind je nog veel meer. Abonneer dus snel, want dan zie ik jou de volgende keer. Hey, tot ziens!